Ik ben nu bezig met de laatste hand van de kostuums. En we hebben een heleboel kostuums gemaakt. Alleen voor het koor waren al een heleboel over de 100 kostuums moesten maken. Die zijn allemaal genaaid. De rest is allemaal geschilderd. Donneke Jansonius is een van de vele vrijwilligers die meewerkt aan het theaterstuk Zaans Vuur. Ook bekende Zaankanters zoals Paul de Munnik, Freek de Jonge en Margriet Eshuis doen mee. Het stuk is uiteindelijk een theaterreis door de geschiedenis geworden. We hebben beroemde gastspelers, we hebben amateurspelers, we hebben dansscholen, we hebben een koor van 100 mensen. Dus dat wordt echt een heel groot spektakel. Dat wordt vuur. Heel veel Zaans vuur. Vuur van het vuur dat in je brandt en dat je toneel op wil en wil spelen en muziek maken en zingen en dansen. Maar we gaan ook echt de zaan in brand steken. Teun Plantinga is een van de hoofdrolspelers van het stuk. Hij speelt Engel en reist door de tijd. Het ene moment zingt hij aan de lopende band van een fabriek. Het andere moment danst hij langs 17e eeuwse molens. En juist die scène wilde hij nog even oefenen. En dan sla ik je zo achterover, goed? Ja, ik ben er klaar voor. Dat is het einde van de molenaarsdans. Dat is goed. Dus we hebben gedraaid, gedraaid, gedraaid. En dan, hup! Nou, dankjewel Teun. En mocht u nog een invaller zoeken, ik ben beschikbaar. Ja, dit voelt heel goed, dus wie weet. Nieuwe carrière.